Welkom dames en heren, naast mij zit Jurie Mulder en samen gaan wij verslag doen van deze vriendschappelijke wedstrijd. Vandaag is de wedstrijd tussen FC Barcelona en Bayern München. Bayern München is opgericht in 1900 en bestaat dus al ruim een eeuw. Wist jij dat de club ook een schaakafdeling had, Jurie? Nee, even zo leer ik nog eens wat. En Song Kwang-cho fluit dit duel. Deze wedstrijd, we gaan hem nu gewoon bekijken. Het is Robben, Kroos. Is niet goed, wordt weggewerkt door de tegenstander. Slim onderschept door de achterhoede, die passeer je niet zomaar. En een schot. Dit is Messi. Barcelona is hier gevaarlijk dicht bij een doelpunt. Ja, en nu? Hij dacht maar één ding, naar voren met die bal. Goeie ingreep, maar is de bal alweer kwijt. Die pikt hem op. Vechten om de bal. Hij kan de bal afspelen in het centrum. Niet slecht. Dat zou echt een briljante goal zijn geweest. Barcelona ziet zijn kans schoon. Het is Robben. Goed gezien zeg, hij zag het gebeuren en deed wat hij moest doen om die bal te onderscheppen. Zij is het een fluit, buitenspel. Mandzukic. En de keeper pakt die bal. Sanchez.
hij kan hem er zo inschieten. Dus snel vertrokken en dus afgefloten voor buitenspel. Wat Stuber. Barcelona is de gedoodverfde winnaar hier vandaag. Maar ze zullen er erg hard aan moeten trekken. Nou ja, buitenspel volgens de assistent scheidsrechter. Ik dacht van niet. Dit was een pittige overtreding en de scheidsrechter besluit dan ook geel te geven. Het duurde wel even. Ja, maar het is wel een terechte kaart, denk ik. Dat ziet er kansrijk uit. Gaat hij voor een schot? Dat bleef het gevaar op zo'n schot. Bayern München wacht de hoekschop met angst en beven af. Mascherano. Dat is een eitje voor de doelman. Kopt hem handig door. De tackle was goed, maar levert geen balbezit op helaas. Ribéry, bal weer terug. Robben aan de bal. Ja, en nu? Wordt dit wat? Barcelona krijgt een hoekschop. Krijgt de bal uiteindelijk nog net weg. Dit wordt menens. De keeper hoeft niet eens in actie te komen, want de bal wordt geblokt. Hij is overal op het veld te vinden en lijkt onvermoeibaar. Ja, hij komt nu behoorlijk dicht in de buurt van het doel. Gaat hij uithalen? Hij is langs de verdediger. Weer een goede tackle van Mascherano. Daar kom je bijna niet langs. Hij pakte die bal daar heel goed. De scheidsrechter past de voordeelregel toe en Bayern München mag door. En hij wordt nu aangevallen. Ja, en nu? Dat was gruwelijk mooi. En die hand... Het doelpunt nu vanuit een andere hoek. Messi aan de bal. Montoya. Wat Stuber. En ze winnen de bal terug op het middenveld.
is hij kwijt. Kijk nou, het gevaar blijft. Mandzukic. Ribéry. Loopt zich vast. Voorspelling over deze speler doen, Juri. Deze jongen geeft altijd alles in de aanval. Zijn medespelers kunnen hem altijd aanspelen. Gaat hij voor eigen kans of speelt hij de bal af? Ja, en nu? En wat wordt daar goed verdedigd, zeg. Barcelona mag een vrije trap nemen. Vrije trap, snel genomen. Dit had zijn tweede geel kunnen zijn. De kaarten blijven op zak. Ja, maar wordt echt voor de scheidsrechter gewoon bevoordeeld. Ik wil gewoon een gele kaart geven. Dus snel vertrokken en dus afgefloten voor buitenspel. Wat Stuber. Schweinsteiger. En de bal gaat weer terug. Ze weten elkaar steeds weer te vinden. Robben! Bayern München krijgt hem erin. Ik denk dat de Achterhoede een voorzet had verwacht. Maar Robben zoekt zelf het doel op. De directe weg naar het doel is altijd gevaarlijk. We gaan nog een keertje kijken naar die goal. Messi aan de bal. Montoya. Sanchez. Dit krijg je nou als er een verdediger staat te slapen. Schweinsteiger. Robben heeft hem. Zich verleiden tot buitenspel. Müller. Schweinsteiger. Müller. Kroos. Ribéry. Müller. Ja, en nu? Gaat op het doel af. Wat kan Bayern München met deze vrije trap? Deze vrije trap gaan ze met z'n tweeën nemen. Ribéry. We zien of ze nu kunnen counteren. Komt met de juiste actie daar. Sanchez. De eerste helft is gespeeld. Stand is 2-0. En eens kijken wat de tweede helft ons zal gaan brengen.
Bayern München heeft zich een kwartiertje kunnen opladen en begint nu aan de tweede helft met de aftrap. Sliding. Gestopt door de verdediging. Schweinsteiger. Mandzukic. Goeie bal hoor, maar hij heeft even de bal nog niet. Kroos. Laam. Scherp verdedigd. Met zulke acties kun je een wedstrijd beslissen. Ze vechten om de bal. Nu voor Bayern München in de voordeelsituatie. Sanchez. Müller. Robben. Bayern München met een mooie kans. Ja, en nu? En Bayern München gaat wisselen. In de buitenspelval getrapt. Nou, afspelen de bal. Er zijn mensen meegekomen. Ribéry. Slim onderschept door de achterhoede. Die passeert niet zomaar. Hij heeft een sterk schot in de benen. Gaat hij alleen door of speelt hij de bal af? Ja, en nu? En het schot. Barcelona! We gaan nog eens kijken naar het doelpunt. Hij had de bal, maar kon hem niet vasthouden. Wie gaat er nu mee vandoor? Sanchez. Er valt een gat en Barcelona zit er met één bovenop. Robben aan de bal. De scheidsrechter past de voordeelregel toe en Bayern München mag door. Hij en de doelman. Braai, goed gedaan. Mooi schot. Millimeters ruimte zijn goed genoeg voor Alexis Sanchez. Voordeel, dat moet je uitbuiten, Ribéry. Müller. Hij glijdt richting bal. Robben heeft hem. Goed, en nu?
misleiding. De scheids vindt het ook goed. Hij komt nu op een afstand. Ja, en nu? Hij schiet. Weet die bal buiten het doel te houden. Hoekschop voor Barcelona. En hier zien we hoe belangrijk het is om efficiënt om te gaan met de kansen die je krijgt. Zeker, minder. De keeper had veel tijd om zich op dat schot in te stellen. Schweinsteiger. Een ja en nu? Dat ziet er goed uit. Slimme ingreep op het middenveld en wisseling van balbezit. Müller. En Barcelona ziet goed opgebouwd. Die bal was hard, maar brengt de keeper niet echt in de problemen. En Barcelona krijgt een corner. Een wissel in de ploeg die voor staat. En zo willen ze uiteraard aan de leiding blijven. Dat was puur een reflex van die verdediger. Nou, bal kwijt. We zien of de tegenstander er wat mee kan. Bayern München mag een corner nemen. Hier zien we de herhaling, Juri. Wat een kans heeft. Het doel stort bijna één van het loeiharde schot. Uit. En wat wordt daar goed verdedigd, zeg. Heeft geen last van die sliding. De verdediging grijpt in en verovert het balbezit. Robben heeft het. Wat een heerlijk doelpunt, Juri. Ja, dit was grote klasse. In de lucht kan niemand tegen hem op. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Zo'n speler kun je maar beter van het veld halen voordat hij er wordt afgestuurd. Als speler ben je daar natuurlijk niet blij mee. Maar hij heeft al geel en er hangt een rode kaart in de lucht. Dan moet de trainer ingrijpen. Bayern München maakt hier korte metten met een tegenstander waar we veel meer van hadden verwacht. Bayern stijgt boven zichzelf uit en gaat deze wedstrijd ruim winnen. Alaba. Mandzukic. Het loopt als een trein bij deze ploeg. De bal gaat moeiteloos van voet naar voet. Zijn teamgenoot begint vast voor de bal uit te lopen. Ja, en nu? Een schot. Bal blijft in het spel.
Shaqiri. Nee jongen, dat is geen goede paas. Dat wordt een inworp voor de tegenpartij. Personele wijzigingen bij beide ploeg. Hij moest en zou die bal onderscheppen. Zo boek je natuurlijk wel treinwinst. Ja, en nu? Wat een waanzinnig schot! En een corner voor Barcelona. De hoekschop belandt bij de tegenpartij. Stuber. Ja, en nu? Ze vechten om de bal. Nou, dat ging maar net goed. Want als je te laat bent met zo'n actie, heb je de speler in plaats van de bal te pakken. En dan weet je wat er gaat gebeuren, Juri. Ja, dan gaat de bal op de stip. De tackle was goed, maar levert geen balbezit op helaas. Pizarro. Een kans! Hij was goed weg, maar is nu toch de bal kwijt. Nu omschakelen. De scheidsrechter trekt geel. Die slijding was niet volgens de regels. Hij probeert de tegenstander van de bal te geleiden met een sliding, maar hij maakt daar wel een overtreding bij. Hij mag de bal aangeven. Goed hoor, dit mag dan mislukken, maar ze leunen tenminste niet achterover. En dan nu de vrije trap voor Bayern München. Hij maakt een overtreding met die sliding. De scheidsrechter heeft het gezien. Sliding, overtreding. Van buiten. De wedstrijd is voorbij. Bayern München heeft gewonnen. Ik denk dat de spelers deze vriendschappelijke wedstrijd zo snel mogelijk moeten vergeten. Het was niet goed vandaag. Ze kunnen hun blik beter op de toekomst richten. Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan, Evert. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Het was me een waar genoegen.